Rotterdam heeft een nieuw herkenningsteken gekregen. De Euromast. De bouw ervan is letterlijk met stoom gegaan. Het zand en het grind werden verwarmd om elk oponthoud uit te sluiten. Het beton werd eveneens op een gunstige temperatuur gehouden en zo kon het werk in een bijzonder hoog tempo vorderen. De ene lading beton na de andere gleed omhoog door de schacht in het hart van de reuzenpilaar die ruim 100 meter boven de Maasstad uit zal turnen. Op het werkplateau bovenin de betonnen mast werd de specie aangevoerd en verdeeld over de bouwmuren in de 9 meter wijde zuil. Met 3 ploegen van samen 100 man ging het werk continu door. De imposante mast wierp tijdens de bouw al zijn schaduw over de stad. Het publiek waarvoor op de toren een restaurant en een uitkijkplateau met 900 plaatsen zal komen, hield de stand bij. Hydraulische vijzels trokken de zogenaamde glijbekisting waarbinnen gewerkt werd, gemiddeld 4,38 meter per etmaal omhoog. Zo kwam het Rotterdamse betonwerkstuk in 23 dagen, 7 uur en 59 minuten op een hoogte van 102 meter en 30 centimeter. De uitkijktoren zal een der grote attracties zijn van de internationale tuinbouwtentoonstelling in 1960. Dit is het restaurant dat straks de grote attractie zal zijn van de Rotterdamse Euromast. Het is niet eenvoudig geweest om het naar de top op 100 meter hoogte te brengen. Het kraaiennest, zoals het genoemd wordt, heeft namelijk een gewicht van 240.000 kilo. En men besloot dan ook om het niet op te hijsen, maar op te vijzelen. Daartoe werd het opgehangen aan verticale, van gaten voorziene strippen, die bovenaan de top konden worden vastgepind aan 2 stalen jukken. Met hydraulische persen werd het bovenste juk telkens een stukje omhoog gedrukt. Om te voorkomen dat een van de vijzels zou gaan lekken, waardoor het kraaiennest scheef zou zakken, vulde speciaal personeel de ruimte tussen de 2 jukken tijdelijk met dunne stalen plaatjes. Het uitermate secure werk werd gedaan door 60 vakmensen, die 133 uur lang onafgebroken in 3 ploegen bezig zijn geweest. Langzaam maar zeker kwam de enorme staalkolos omhoog. Na ongeveer 4 dagen had het restaurant 3/4 van zijn luchtreis volbracht. De strippen waaraan het kraaiennest beetje voor beetje omhoog werd gevijzeld, kwamen na verloop van tijd enkele meters boven de toren uit, waarna men deze overbodige uiteinden eenvoudig naar beneden liet zakken. Het principe van het vijzelen werd hier niet voor het eerst toegepast. Wel was het de eerste keer dat in Nederland een gevaarte van 240 ton op deze wijze naar een hoogte van 100 meter werd gebracht. Met de Euromast heeft Rotterdam er een uniek bouwwerk bij gekregen, dat tijdens de Floriade van 1960 de bezoekers een prachtig panorama van de stad en zijn haven zal bieden.